vrijdag 12 en zondag 14 april 2013 trok in het cultureel centrum De Belgica in Dendermonde de musical De Gouden Stemvork volle zalen. Deze film wil een inzicht geven in hoe deze musical tot stand kwam en laat u meekijken achter de schermen van dit unieke gebeuren. Deze musical werd volledig gemaakt en gebracht door een dertigtal jongeren voor jong en oud. Hoe kwamen jullie op het idee van een musical te maken? 4 jaar geleden hebben wij met een groep van 9 mensen een muziektheater gemaakt, Olle. En ja, wij vonden dat super tof om te doen. En zo is het eigenlijk gegroeid. Wie schreef hiervoor de muziek eigenlijk? We hebben alle drie een aantal nummers geschreven. En ja, wij schrijven de basis. En als er nieuwe muzikanten bij komen, dan improviseren zij vooral hun eigen partij of wij sturen bij waar dat het moet. En dan krijgen wij ook feedback van elkaar van de andere muzikanten. En zo komt ons liedje tot stand. Ja, en nog 1 muzikant heeft ook een liedje geschreven. Ja, Sarah heeft ook een beginliedje geschreven. Dat is een fa sol la de tweede keer. La sol la sol mi fa. Of la. Doe maar heel veel vibrato. Ja. We hebben ook geen partituur, dus wij leren alles aan op het gehoor of we schrijven akkoorden op, wat dat sommige mensen niet zo handig vinden. Anderen dan weer wel, maar... Maar ja. we proberen ook alles op te nemen. Allee, als wij een liedje hebben gemaakt, om dat liedje zelf eerst op te nemen en zelf in te zingen. En dan naar hen door te sturen, zodat zij een beeld hebben van wat moeten wij hier gaan zingen. Dan moeten ze zelf zeggen van ja, ik voel mij daar goed bij of ik voel mij daar niet goed bij. We proberen dat wat aan te passen. Dus het is ook heel zo in samenspraak. En hoger of lager, afhankelijk van de stem, wordt ook nog wat aangepast in het midden van de repetities. Eigenlijk verandert er best nog veel aan de nummers als we aan het oefenen zijn. Zo heb je het gespeeld. Staat hem juist? De micro, Thomas? Nog een heel klein beetje naar hier op schuiven. Ja, ik versta je. Nog een heel klein beetje naar hier op schuiven. Dat gaat niet. Daar zit ik in de kast. En dan schuiven we deze nog een beetje op. Thomas, dat gaat niet. Als jij zo naar mij kijkt, ik ga flippen. We hebben niet precies wat we moeten spelen. Hè? Nee, dat is gewoon een beetje een improvisatie. Ik vind klarinet heel goed. De klarinet past er veel beter bij. Wie schreef eigenlijk de teksten? We hebben ons gebaseerd op het sprookje van het boek van de Efteling, De Gouden Stemvork. En we hebben dan het aangepast aan het aantal acteurs dat we hadden en wie dat er precies meedoet, welke rol dat bij die mensen passen en zo. En aan onze eigen ideeën eigenlijk ook. We hebben het helemaal omgevormd en het oorspronkelijke idee gewoon behouden. En wij met 3 hebben eigenlijk verder geschreven. We hebben het wat doorgegeven aan elkaar. Als de ene persoon geen inspiratie meer had, dan geef je het door aan de andere persoon. En zo is dat tot stand gekomen. En veel aanpassen ook. Als we het eerst repeteren en zien van als het niet gaat, dan passen we dat aan naar een andere tekst. Of als een persoon zich niet goed voelt bij een bepaalde zin of zo, dan mag jij daar iets anders van maken. Wie wil er prinses spelen? Ja. Nee, maar je zus biedt ook nog reiziger, hè? Okay. Zoals vandaag de dag voor de voorstelling zijn we nog bezig met aanpassingen, dus dat is een proces dat altijd doorgaat.
En de acteurs hebben ook daar veel in te zeggen zelfs. Allee, het veel verwachten dat wij gaan zeggen hoe dat moet. Maar het is eigenlijk, het is de bedoeling is dat er geen regisseur is. En iedereen mag echt, je moet spelen hoe dat je het beste bij voelt. En je moet van mij een boerse krantenverkoper spelen. En als dat goed voelt, dan doe je dat. Maar als dat niet goed voelt, dan probeer je gewoon iets anders. Ook voor de techniekers, zoals gisteren was er een probleem met de micro. Dat er te weinig was en daar hebben we ook ons script een beetje aan aangepast. Hm. Dus ja, heel flexibel met alles rekening. Ja. Ja. En wat is jullie ervaring met toneel? Goh, we hebben eigenlijk alle drie heel weinig ervaring met toneel. Van school wel een beetje, zo schooltonelen en zo. Ik heb ook heel even, want dat was maar één toneel, meegedaan met een toneelgroep echt. En ik heb gewoon veel op school toneel gespeeld, maar... Ja, en vroeger, als kleine kindjes, maakten wij ook wel superveel toneeltjes met elkaar. En dan moest iedereen komen kijken. Ja, dus allee, we zijn er wel zo vanzelf veel mee bezig. Maar het is niet dat we echt in een toneelgroep hebben gezeten of zo. En wie is eigenlijk de leidende persoon? De bedoeling is eigenlijk... we zijn met het idee gestart van er mag geen regisseur zijn. Dus het is de bedoeling dat we zoveel mogelijk, dat heel de groep kritiek geeft op elkaar, dat we elkaar zo vooruit helpen. Maar wij zijn wel de drie personen waar ze altijd op kunnen terugvallen als er problemen zijn. En wij zelf hebben zo onderling wel wat de taken verdeeld. Ja. Emma en ik ontfermen ons vooral over het toneel en de dansjes en zo. En Thomas doet dan vooral de muziekgroep. Van waar hebben jullie je muzikale opleiding? Ik heb zelf eerst 7 jaar dwarsfluit aan de muziekschool gevolgd. En daarna was ik die klassieke muziek en de structuur een beetje beu. En ben ik drum gaan volgen bij mijn buur. Die heeft mij privéles gegeven voor 5 jaar. En ondertussen ben ik op het internet nog een beetje gitaar aan het leren. Eigenlijk zitten we met heel veel verschillende achtergronden bij de muzikanten. We gaan ervan helemaal op zichzelf geleerd tot Lemmens Instituut en muziekschool toestanden. Hoe lang repeteren jullie samen aan dit stuk? Eigenlijk zijn we nog maar vanaf deze week echt samen aan het repeteren, alleen met alle muzikanten. Maar er zijn er al een paar die van al 2 jaar of zo samen repeteren, maar dus eigenlijk allemaal samen is toch niet zo lang. Wij spelen hier al samen 1 jaar aan dit stuk en de rest zijn er nog maar, zij is er 2 weken geleden bijgekomen en hij enkele dagen geleden. Dus straks is de voorstelling spannend. En wat is de grootste moeilijkheidsgraad? Het moeilijkste is om eigenlijk iedereen samen te krijgen op eenzelfde moment. Want iedereen heeft wel dingen te doen in het weekend en zo. Ik heb volleybal en gitaar en zo. Dus daardoor is het wel moeilijk om al samen op hetzelfde moment te oefenen. Het is vooral met drie heel veel communiceren en heel veel afspraken maken. En bij ons drie lukt het al. Hoe raak je aan zoveel muzikanten, dansers en acteurs? En waar haal je al die jonge mensen dan vandaan? Dat begint eigenlijk met wat vrienden aan te spreken en te vragen van, wilt je niet meedoen? En sommigen zijn super enthousiast en anderen zeggen, nee, dat is niks voor mij. Maar en zo groeit dat eigenlijk. Dat is zo, wij denken wel, Thomas, Emma en ik denken dan zo in functie van, die kunnen we die rol laten doen of die rol. En we zijn ondertussen wel al een paar jaar daarmee bezig, dus dan weet je ondertussen wel al. Er zijn wel een paar mensen die altijd terugkomen en dan weten we wel van die kunnen we vragen voor dat, die kunnen we vragen voor dat. En dan als we iemand missen, we denken van daar hebben we echt nog iemand voor nodig, dan vragen we echt aan alle acteurs en muzikanten van vraag dus rond in uw vriendengroep of je nog iemand weet die wil meedoen. Het zijn er ook wel die afzeggers die eerst meedoen en dan zien dat ze er toch geen tijd voor hebben. En het is wel een heel geregel met de planning en zo, maar uiteindelijk
hou je dan een vaste groep over. Hè. Isabel, wat is jouw bijdrage bij deze kindermusical? Mijn bijdrage is toch een beetje entertainen misschien. Een beetje de sfeer erin houden. Als de sfeer toch een beetje laag zit. Ik probeer de mensen wat aan het lachen te krijgen. Ja. Voor de rest oefenen. Af en toe de kinderen eens bezighouden. Ook eens oefenen met de kinderen als het een beetje moeilijk gaat bij bepaalde stukken of zo. Wordt dan altijd gevraagd aan mij. Leren jullie veel van jullie stemcoach Christine en Lieve? Toch wel. Als je het antwoord krijgt van je moet daar een beetje meer op letten of daar een beetje, dan doe je dat ook en dan hou je dat in je achterhoofd voor als je dan echt moet zingen op het podium. En dan hoop je ook dat de mensen daar meer van kunnen genieten dan als je daar dan ook op let. Lieve, jij werkt gewoonlijk met professionele zangers en zangeressen. Hoe valt dat nu mee met zo'n jonge ploeg? Ik heb dus al 34 jaar een koor, dus ik ben al lang met kinderkoor, jeugdkoor en nu zijn ze volwassen. Daar heb ik dat allemaal al gedaan. Dus ja, als jij bij mij kwam, dan lag dat zo voor de hand. Ik doe dat zoals ik kinderen gedaan heb. Hè, er is een verschil als het professionele waren, de volwassenen in die musicals. Dan moest ik hen nog wat tippen geven. Hè, en, maar hier is het echt zo van de grond beginnen. Hè. Laat u die kin vallen en laat u die hangen tot aan de top. Laat u horen hoeveel grotere stem dat je krijgt. Nog eens. Uit. Ja. Dus we willen ons karakter houden in het liedje, maar dat lukt niet zo. Doe dan gewoon die toontjes sprekend. Ik kan dat ook in mijn twee stemmen doen, maar dat is kiezen. In de zin van, ik ga voor mijn borststem, dat wil zeggen dat je alle medeklinkers, uw dochter, dat je uw medeklinkers krachtig gaat moeten zeggen. Probeer eens. Uw dochter kan wel niet zingen, maar ze kan prachtige andere dingen. Je komt er zo. Ik weet het niet. Voilà. Nee, maar ja, dus als er mensen zijn die mee willen gaan om de
zo. Ik zei dat wist ik al. Dan, gewoon, ik zal dat eens vragen, want het is al door. Dan zullen we dat eens afspreken. Het team kiest zelf de bijpassende kleren. Sommigen komen uit de toneelzolder van de Steinerschool in Gent. En enkele werden nog bij aangekocht. Dat groen met die denk aan bij de vier. Ik vond dat misschien wel iets te krekelig. Die kledij? Ja. Die heb ik allemaal verzameld. Gewoon verzameld? Van de laatste 20 jaar. En waar ik dingen tekort had, heb ik het gemaakt. Kijk, Lisa. Ja, dat gaat wel lukken, zo. Ja. We vinden daar wel iets op. Ja, dat gaat mooi zijn. Twee bomen, hè? Eén boom. Eén boom en één struik. Eén boom. Doe dat! Een hele doos vol gekleurde dingen. We hebben zo'n liedje waarin dat ze het paleis klaarmaken. Zo voorbereiden en zo. Ah, ja. Dus alles dus de dienstmeisjes eigenlijk. Ja. En met hoeveel meisjes zijn ze? We zijn er daar met zes. Ah, wel, ik heb er zeker zes van, maar net de zes dezelfde. Ja. Ja, die zijn echt heel leuk. Oh, was. Ja, en moet je daar dan een strik in leggen? Allee, doe het goed. Of een strik, lekker fijn. Je weet wat er ook nog wil zeggen, hè? Ja. Die muziekleraar. Maar dat was wel. En daar komt zo'n. Ja, daar kunnen we een sjerp over doen. Of een sjaal of zo, ja, of iets. En als die kleding nu niet past, hè, want ik kan me voorstellen dat dat niet altijd helemaal past. Wie past dat dan aan? Ze zijn aan het kijken. Zo. Ja. Sommige dingen zullen eerder aan de beide kant zijn en die moeten dan met een veiligheidsspel of zo maar wat bijgepakt worden of niet. Zie je dat er geen gat zit? Ja, oké. Okay. Als dat toch goed, allee, als de juiste, als die veter erin zit. Ja. Maar je moet je veters kruisen, hè. Gelijk op dat bloed, hè. Ja. Niet zoals jij het doet, hè. Voilà. Mooi, dat is wel. En misschien geen een roze gespikkelde bega. Dat kan ook al helpen. Nee, de lekker weer niks mee. Jij mag dat aan. Als het niet past. Yes. Nee, nee. Zo dan 3, 2, 3. Oké? Willem, een hoofdrol in een musical. Dat is de droom van iedere acteur. Was dat ook jouw droom? Ja, een droom is veel gezegd natuurlijk. Maar ik was wel heel blij als ik de vraag kreeg van Emma om mee te spelen. Het was eigenlijk al lang geleden dat ik nog eens had geacteerd van de lagere school, zo een schooltoneeltje. Dus, en ik miste het ook wel wat. Dus dat was natuurlijk leuk om zo'n vraag te krijgen, maar een droom zou ik nu niet direct zeggen. Hoe leer jij je teksten van buiten en welke hulpmiddelen gebruik jij daarvoor? Mijn teksten, daar oefen ik eigenlijk niet zoveel op. Ik leer die van buiten door gewoon hier te zijn en te spelen en met iedereen dat te doen. Ik heb zelfs maar één keer moeten oefenen. En het hulpmiddel dat ik dan gebruik, is mijn mama. Dus dan zitten wij samen in de zetel en ik zeg mijn tekst, zij zegt alle tekst, dan gaan wij zo door heel het script. Maar ja, ik zeg het, ik heb maar één keer moeten oefenen, dus ik leer het al doende eigenlijk. Ik ben gevangen genomen door trollen en ze hebben me bijna opgegeten. En ik ben... Jij kent deze mensen? Jazeker, uw majesteit. Zij hebben me verteld over de Gouden Stempel. Ja, dat is waar. Maar wat we nog niet hebben verteld, is dat de Gouden Stempel maar even werkt. We kunnen de hele laatste zijn halen. Ja. Dat is wel de moeilijkste. Maar met tekst gewoon al, hè? Met tekst gewoon? Ja. Oké. Zo, een Gouden Stempel. Wonderbaar. We gaan kijken of het werkt. Nee, dat zou ik anders doen. Als je zegt, allez, je verwacht ook echt wel een muziekleraar, hè? Ik weet niet hoe, maar ik zou het wel anders doen. Een gouden stemvolk. Zo. Ongelooflijk. Laten we kijken hoe het werkt. Of ik zou even wachten. Wonderbaarlijk. En dan zo echt zo, ja. En dan even wachten en dan, oké, ja. We zullen kijken of dat werkt. Hij heeft toch moeite gedaan. Hij is gaan het land doorgereisd.
Kijk allemaal. Meisjes, hebben jullie al ervaring met musicals? Het is voor ons de eerste keer dat we meedoen met deze musical. Maar Eve, die heeft al meegedaan met de vorige editie. Wat is het verschil tussen deze voorstelling en de vorige voorstelling eigenlijk? Ik denk dat het grootste verschil is dat dit veel groter en professioneler is. We hebben een grotere zaal en alles is zo'n beetje chiquer eigenlijk. En ja, doordat we het al eens gedaan hebben, kenden we onze teksten zo al wat en konden we nu meer zo oefenen op het acteren en de dansjes en zo. Hoe vinden jullie het om in de musical mee te spelen? Ik vind dat wel leuk, want dat gebeurt niet vaak. En het is ook al mijn tweede keer dat ik met deze musical meedoe, dus ik vind dat wel fijn. Kobe en Josephine, ik heb gehoord dat jullie beiden de jongste zijn. Kobe, welke rol speel jij? Ik speel het broertje van Hans, een knarrel, een trol en een dorpsjongen. En jij, Josephine? Ik speel ook een trol en ook een knarrel. Ik speel een dorpsmeisje en een paleiskindje. Hm. En Corneel, wat vind jij nu het moeilijkste om te doen? Niet lachen tijdens sommige scènes, bijvoorbeeld de trollen, omdat dat nogal grappig eruit ziet en je moet boos zijn, maar soms lukt dat niet. En op tijd opkomen is ook een probleem, want soms weten wij niet precies wanneer we moeten opkomen. Is dat de piano luid genoeg? Meneer Van den Broeke, de programmatie van een kindermusical met een jong amateurgezelschap, dat is toch wel iets speciaals, denk ik. Hoe viel de samenwerking met zulke jongeren en wat is jullie bijdrage in het geheel? Wel zeer goed. Eigenlijk is de samenwerking optimaal verlopen deze keer, moet ik zeggen. Het is voor ons eigenlijk de vijfde keer dat we een dergelijk project doen. Het heet eigenlijk een ondersteuningsreglement lokale creatie, zo heet dat ding. Waarbinnen dit dan past. Dus het is niet zomaar een musical die wij programmeren. Wij helpen echt mee om die musical tot stand te laten komen. Wij geven repetitietijd, we geven coaching. Op terreinen waar de spelers van denken, daar kunnen we wat coaching in gebruiken. We geven logistieke ondersteuning en we geven promotionele ondersteuning. Dat is zo'n beetje de bijdrage van het CC. Ik vond de spelersgroep, ik ben een weekje weg geweest, maar voordien vond ik hen, en ik hoor dat nu toch van mijn collega's onmiddellijk ook, dat het een zeer gedisciplineerde groep was die zich goed aan de afspraken heeft gehouden en die eigenlijk zeer gedreven was om het beste van het beste op het podium te gaan brengen. Dus ik moet zeggen, chapeau. En dan denk ik voor ons, wij hebben een goede keuze gemaakt en wij hebben blijkbaar hen ook gelukkig kunnen maken door dit te gaan ondersteunen. Nu ga ik iets gek doen, hè. Als je maar op podium staat. Het allemaal, oftewel is het wit, oftewel het zwart. Oké, als het kan, het zwart, ja? Oké, ja. Dat heeft niet veel zin voor mijn muzikaal, hè, want die zitten zo diep, hè, in die score. Ik denk mijn nog niet in echte kleur. Maar wat zet jij, minister? Tot hier is dat precies, hier zie je precies een lijn. Ik zou haar wenkbrauwen nog een beetje bijtekenen. Bij, maar ik ben zwart. Met ons. La la la.
van de rakpaal. Ik dacht echt al, Sarah is dat op woordje. Had het muziekelfje zo'n prachtige klanken gehoord. Ze bleef dagen en nachten zingen in de grot. Ze wilde niet meer teruggaan. De andere boomelfen vonden haar enkele weken later. Het muziekelfje was gestorven met de houten stemvork in haar hand. De boomelfen begroeven haar en namen de stemvork mee. Dat is waar. Maar ik denk dat mama jouw waarde nodig heeft als ik. En wat zou ze zelfs moeten verdienen als ze ons beiden moest kussen? Kom je nou snel terug en breng je een cadeautje mee? Natuurlijk, jij kleine dingen broer. Grote broer, kijk maar. Syndroom van Arbus Magicus. Ja, Arbus.
Dat wil zeggen dat hij denkt dat hij een wandelende tak is, maar eigenlijk is hij een boom, hè. Hij is gewoon goed op zijn hoofd gevallen. Maar nee, struik op mijn takken gevallen, natuurlijk. Wat een jongen. Wat een jongen? Mooie jongen. Wat een jongen. Ja, dat dacht ik toch. Hoe zag jij dan uit? Wij brengen dan veilig terug naar de boomalfjes.
Mogen wij aan jullie vragen hoe jullie de voorstelling vonden? Ja. Geen reactie van u? Ik vond het heel leuk. Wat vonden jullie van de voorstelling? Het was toppie, alleen die prinses dat die ineens zo begon te zingen, dan schrok ik wel. Het deed pijn aan je oren misschien? Ja. En jij? Ik vond het heel goed en ik schrok ook, want ik krijg keihard. En mama en papa, delen jullie dezelfde mening als jullie kinderen? Ik vond het echt schitterend, echt kippenvel. Echt, ik heb er echt van genoten. Het is echt voor een aanrader voor klein en groot. Absoluut. En de papa? Ik vond het heel knap, vooral gezien voor zo'n jonge mensen, dat die zoiets kunnen brengen. Chapeau, echt waar. Ja, heel tof. Dank u voor de reactie. Graag gedaan. Goeiedag. Ik heb gehoord dat u ook een oma bent van een van de spelertjes. Van wie bent u de oma? En de oma van Evo, de gitarist. En van Even die op de planken stond. En wat vond u van deze voorstelling? Ongelooflijk mooi. Ontroerend zelfs. Hè? Als je bedenkt wat dat jonge mensen kunnen verwezenlijken, het is wonder. Ik denk dat u de best fier mag op zijn. Proficiat. Dames, jullie zijn waarschijnlijk apetrots op jullie kinderen dat zij deze prachtig project hebben kunnen realiseren. Mijn vraag is, hoe ervaren jullie dit nu als ouder? En wat was jullie bijdrage erbij? Ja, ik voel me inderdaad heel trots. Ik vind het fantastisch wel dat ze gerealiseerd hebben. Ze hebben heel veel zelf gedaan. En dat is fantastisch. Hè? Ik wou me dikwijls wel bemoeien, zal ik zeggen. Maar dat was niet nodig. Ze wouden het echt een project van, voor hun van maken. Praktische hulp aangeboden. Hè? En, gekookt en ze te slapen gelegd en wat weet ik. Maar voor de rest hebben ze het allemaal zelf in elkaar gestoken. Dat is wel... Ja, mooi om te zien ook zo hoe dat verhaal begint. Hè. Ze mogen zien zitten dromen. Een sprookje moest het worden, de Gouden Stemvork. Ze zijn alle drie met muziek bezig. Ze kennen elkaar ook al heel lang. En dan dat verhaal zien groeien. Hè. Elke keer een stukje meer en voelen dat ze die inhoud in al die figuurtjes kunnen leggen. Mooi, mooi dat proces, ja. Ik blijf het ongelooflijk vinden dat ze het kunnen realiseren. Op zo'n manier ook, dat ze dat ja, met een groep jongeren, dat ze tot zo'n resultaat kunnen komen. Ik vind dat ongelooflijk, want dat is ook wel een gans proces dat ze doorgaan, telkens, vind ik, hè, met vallen en opstaan en dan... Maar ja, ik vind het, ik bewonder het enorm, enorm dat zij als jonge mensen zoiets kunnen bereiken met zo'n grote groep mensen. Ben heel, heel fier. Als ik zie, mag mijn broertje er nog bij? Ja, dat kan. Mag mijn zusje er nog bij? Dat kan. De buurmeisjes. Wat ze dan daarmee doen en wat daar groeit in die groep en dat die creativiteit dan zo op toneel komt, ja, ik vind het zo mooi om te zien. En ook het verhaal, dat ze dan weken schrijven, maanden, dat dan groeit onder die drie en dat dat dan zo kan uiteinden naar die ander. Ja. Het is een dikke proficiat. Dankbaar ben ik daarom dat ja. Kan. Zo. Ja. En wat vonden jullie ervan? Zijn jullie tevreden? Ja. Ja. Absoluut. Het was kei tof. Ook zotte reacties allemaal gekregen. Dat is ja, geweldig om zo'n respons van het publiek te krijgen. Ja, en heel veel verschillende reacties ook. Alleen wel heel veel van, oh, zoveel talent dat jullie hebben. Dat is wel kei tof om te horen. Ja, dat is leuk. We hebben zelfs fanmail gekregen. En hebben jullie nog grote toekomstplannen? Ik denk dat we dit eerst wat laten bezinken. Ja, sowieso. En het gaat sowieso een zwart gat zijn volgende week. Maar dat kunnen we wel weer opvullen met nieuwe ideeën. Zo gaat dat bij ons. Denk ik. Ja, het zijn heel veel mensen die zeggen van, je moet daar echt mee verder gaan. Ja. Je moet daar echt iets mee doen. Dat is wel heel fijn. En ik denk dat we dat zo na musical ook wel altijd denken van, ja nog één. Nog een keer. Het is ook elke keer. Nog een keer. Hebben jullie nog plannen om later in een grotere musical mee te spelen? Oh, deze musical was voor mij en ik denk voor jullie ook wel al groot genoeg. Allee, zeker om zelf te organiseren. Ja. Maar de volgende keer wil ik zeker nog verder
verder bezig zijn, maar misschien met een kleinere groep, zodat we meer nadruk op het artistieke kunnen leggen en minder tijd en energie verliezen in het organisatorische om zo'n grote groep te leiden. Dan kunnen we meer nadruk leggen op onze dans, op de muziek. Goed. Ik vind alvast dat jullie het fantastisch gedaan hebt en ik heb het beneden ook gehoord van alle mensen. Een dikke proficiat waard. Dank u. Dank u. Groot kasteel, maar nog stappen superveel. Wij houden weg wijzen en samen wij gaan reizen. Ik ben benieuwd wat wij gaan zien. Ik zag nooit een kasteel voordien. Wij gingen nog nooit uit het woud, want wij horen thuis tussen het hout. Pompid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 omp
Ik word zot van jullie Pompidou. Worden jullie dat niet moe? Natuurlijk niet, dit helpt ons sterk.